scooter. We zijn aan het testrijden in de Mercedes EQV. Kindjes, rust even van achter. Laat hij maar op de weg. Ik probeer hier wel een video te maken, hè. Zeg het maar. Heb jij een broek aan doet? Dat is een 100 kWh bruikbaar. 110 of 120 kilowatt snelladen. Dus op een uur is hem vol. Als je hem leeg zou rijden. Wij vertrekken al met 315 km range. Ondertussen, ondertussen zitten we aan 305 range. We hebben gewoon even over de snelweg een stukje. Het verbruik. Je ziet daar zo een verbruikmeter. Dat, kijk, als je stopt, dan staat dat op maximum. Dat is al vreemd. Dus, en dan voor de rest, ja, het is hier super warm. Ik weet niet waarom dat hier zo warm is. Sta maar op 18. Maar het is pas als je rijdt dat dat verandert. En het is zo... Het verandert heel gevoelig aan je pedaal. Maar ik heb al gezien op de snelweg aan 110 per uur hadden we iets van 30 kWh verbruik. Met mijn motorfiets heb ik 70 watt op een kilometer. Dus dat is dan 7 kWh per 100 kilometer. Maar ja, dit is natuurlijk een... En denk zo, Tesla's dan die rond... Kindjes, rust even van achter. Ze zijn ook aan het testen, ze. Wat kunnen we dan zien? Die... Ah ja, je kunt dat hier eens ook op dat display. Op zich, hij rijdt super goed. Laat hij maar op de weg. Hier, verbruik. Die 32. Het gemiddelde verbruik nu staat op 32 kWh per 100 km. Dat zou wel kunnen. Dat lijkt me ook wel heel veel, maar op zich, ja, het is een kabinet, dus dat heeft niet echt. Plus, dit is een V-klasse die elektrisch aandrijving heeft. Dat is geen vanaf de grond af ontwikkeld elektrisch voertuig. Hè. Dus dat zal zeker niet super efficiënt zijn. Maar dat lijkt mij het gemiddelde. En kijk, en als je gas geeft, daar zie je het nu ook op dashboard. Dus als je stopt met gas geven, gaat dat naar 0. Als je gas geeft, gaat dat naar de 100. Je ziet dat vrij goed verspringen. En als je krijgt ook continu daar in dat display, zo de snelheidsbordenherkenning komt er ook automatisch altijd in. Dat is ook wel super handig. Dat je altijd, kijk, als je hier gewoon op... Maar dat zijn standaard auto Mercedes navigatietoestanden. Als je navigatie, moest ik nu weten hoe dat hier allemaal werkt. Hier, als ik hier gewoon naar home navigatie. Kijk, dan staat er hier ook altijd wat dat de maximaal toegelaten snelheid is. Wat dat 50 is hier. Je zit in zo'n 50. Dat is wel een gevaar met zo'n auto. Het is super stil ook. In de zin van hoor niet veel, ook op de snelweg en zo hoor je niet veel rolgeluiden of zo van die dingen. Het is valt heel goed mee het geluid. Nu, ik ben wel een Fiat Ducato gewend, dus dat is wel niet echt een goede referentie, denk ik. Maar je kunt dus. Wat blijft? Ja, en de X3 vinden we ook niet echt stil. Absoluut niet eigenlijk. Ja, deze heeft nu een configuratie met 5 zitplaatsen van achter. Wij zouden 2 van die banken waar dat de middelste dochter op zit. Ja, Mercedes heeft nu eergisteren of zo hebben ze de EQS voorgesteld. En daarmee hebben ze een range van 700 kilometer al. Of meer dan 700. Nog 300 range op dit moment. En wat hebben we al gereden? Ja, dat gaat het gemiddelde zijn. 30, wat is 30 minuten? Het gemiddelde over de 30 minuten. Dat is gewoon een andere weergave. Ah ja, sinds dat we vertrokken zijn, is het gemiddelde 31,9 kWh. Is het er zo een indicator voor de batterij? Het is 1 streepje af op dit moment. Ah nee, dat is het rijden van dat verbruik. Is het rijden 78% en 14% is aan de verwarming. Het is nu inderdaad wel aan het verwarmen ook.
Het is koud buiten, het is iets van 8 graden buiten. Dat is de verdeling van dat verbruik. Zo. Pa! Ja! Pa! Ja! Energiestroom. Ja! Pa! Ja! Pa! De accu zelf is op 92% op dit moment. Pa! Ja! Pa! Kindjes! Ik probeer hier al een video te maken, hè. Ja, en als je Mercedes zegt, dan... En hoe doet hem het niet? Of hij Mercedes of iets in die zin. Ja, dan vraagt hem... Zeg het maar. Niet direct iets dat ik nodig heb. Ja, wat is het gemiddelde verbruik? Kun je dat nog een keer zeggen? Wat is het gemiddelde verbruik? Het gemiddeld verbruik bij het begin van de rit lag bij 31 kWh per 100 km, sinds de laatste RIC 31,5 kWh per 100 km. Die RIC, dat zal een reset zijn, dat is bedoeld. Maar dus inderdaad, dat is hetgeen dat we hier zagen, het gemiddelde verbruik 31, dat is dat. En daar hadden we dan nog zo die klok, is uw regen en uw verbruik op dat moment. En je hebt de snelheid, krijg je daar te zien als er geen andere meldingen zijn. Plus op je analoge klok. En het remmen, je voelt dat er regen is. Het remt wel stevig. Ik weet niet wat de instelling van de regen is, maar je merkt wel dat er op dit moment ook regen is. Nee, geen idee waar je dat kunt instellen. Misschien dat dat een hendel is op de stuur of zo, waarmee je de regen kunt wijzigen. Dat is gewoon de drive selector. Dat is cruise control en speed limiter en zo. En het is de sleutel dat je nog erin steekt en omdraait. En dat is allemaal blauwe trim. Dat is de zitpositie aan het stuur. En jij een broek aan doet? Broekhuis. En vanachter is er één stoel platgeklapt om gemakkelijk binnen te kunnen. Daar is een deur. En daar is een deur. Daar zit een kindje. Dus daar hebben ze drie plaatsen en hier hebben we nog een stoel. Ja, nog een kindje. Twee kindjes zitten daar. En aan elke zitplaats heb je de Isofix. Of nee, heel misschien. Nee, aan die buitenste niet. Die opklapbare niet. Maar die twee heb je telkens Isofix. Zo is het. En deze zullen dan waarschijnlijk ook geen Iso. Ja, die wel. Die hebben ook Isofix. Maar deze band is een klep om naar boven te schuiven. Om naar rechts te schuiven. Maar ja, je kunt die verschuiven, die staan op rails, dus die kunnen naar voor en naar achter ook een klein beetje verschuiven. Geen doorlopende? Jawel. Het zijn wel doorlopende rails, maar het ligt een mat over. Dus je kunt ze wel gelijk op haar positie instellen. Ik ga nu nog een stukje rijden, dan kan mijn vriendin van achter een keer zitten en kijken van achter hoe dat is voor de kindjes. Nee, de mama! De mama, ja. Van mij en van Tilde. Ja, de mama, dat bedoel ik. En ik heb daar juist al een stukje gereden. Het zit echt, ik rij met de Fiat Ducato kam net echt. En het is totaal niet verleidbaar met die kam. Het is meer verleidbaar met een auto. Je zit echt, kijk, je zit echt als een auto. Het is natuurlijk wel een grote auto. Het enige dat je merkt dat de kam net is, is als je bochten pakt. En je hebt de neiging van, je hebt veel meer de neiging van rechtdoor te gaan. Zoals bij een kam net, omdat je een lang spoor hebt. Dit is de medium lengte. Je hebt dat met medium en een lang. Maar je hebt dus ook nog een iets langere en dan heb je ook een langere wielbasis, maar dit is de medium versie. Buiten dat je het merkt in de bochten aan de weglegging en zo, en het is een heel zwaar spel ook, dat merkte je ook wel. Maar je heeft krachtige remmen ook, mede dankzij dat regen gedoe. Maar de zitpositie en stuur en zo, dat soort dingen, is echt wel gelijk een gewone personenwagen. Heb nooit het gevoel dat je zo, like bij mijn kamer zit ik zo wat meer op het sturen zo. En is het allemaal wat eenvoudiger. Dit is echt wel... luxueus en oud. Dat mag ook wel voor de vraagprijzen. Ik ga nog een keer snel zien wat dat ondertussen het gemiddelde verbruik geworden is. 31,4. Maar 31,4. Nu hebben we wel redelijk wat binnen doorgedaan ook. Hè. Dus nu gaat dat wel veel dalen. Hij stond op de snelweg stond hij op 32. Hierop duwt gaat hem in het park. Ik ga er nog snel even omheen wandelen.
je een beetje een beeld krijgt ook. Ik heb denk dat het een standaard trim is. Het zijn wel getinte ramen en zo. En lederen zetels, maar ik heb denk dat het geen luchtveringen zijn bijvoorbeeld. En dat is de medium versie. En dan de langere versie staat het wiel nog een stuk naar achter. Staat die verder van de achterdeur. Vanachter kun je kiezen of het, de klep elektrisch open gaat en dat raam alleen open gaat. Maar het is altijd zo dat het open gaat. En snel de koffer laten zien. Kijk, dat is de koffer. Hallo, kan ik kijken? Ze zijn de stoelen achteruit aan het vertellen. Ja, kijk, je kunt dus overal die rails lopen tot achter. Want het liggen matjes over. Maar je kunt dus die stoel ook nog naar achter verzetten als je wilt. En die zwarte hemel is volgens mij ook een optie, als ik het me goed herinner. Hoi. Deze klep is niet elektrisch bijvoorbeeld. Nee. En ik denk, ja zo, dat je zo het raam alleen ook kunt openen. Dat zou ik al nemen als optie, omdat dat zo'n zware klep is. Bij de Vito, die ook elektrisch kunt pakken. Kijk, dat is zelfs zo'n laad oppervlak precies. Bij de Vito kun je dan, daar heb je twee zo'n deuren. Hier heb je die. Dat is niet de laadklep, dat is waar de tang op zit normaal. De laadklep, ik denk dat dat de laadklep is. Wat wel handig is bij zo'n lang voertuig, dat van voor zit. Hè. Ja, je mag van voor als je wil. Dat is niet. Ik heb donkerblauw en jij hebt lichtblauw. Ga je van voor zitten? Misschien. Wat is dit? Laat hem er allemaal zitten, dat is van die mens. Laadkabels en zo waarschijnlijk dat je erbij krijgt. Ja, hè. Kijk, daar zie je dat de één streepje minder is, de accu. 300, actieradius van 300. Hiermee kun je gemiddeld verbruik van 31 kWh per 100 km over een afstand van 28 km. Nee, gemiddeld 28 km per uur. Oh my, dat is niks. Over een afstand van 23 km, zo is het. En sinds de reset heeft hem al 595 km gereden. Gemiddeld 46 km per uur. En zit hem ook met die 31 kWh, dus dat is denk ik wel een cijfer dat je iets mee kunt doen.